Welkom bij een nieuwe aflevering van Sanang Tori. In deze aflevering praten we met de directeur en de arts van de Surinaamse Bloedbank. De Bloedbank van de Surinaamse Rode Kruis waarschuwen dat er binnen een week een groot probleem kan ontstaan door een tekort aan reagentia. Zonder deze middelen kan de bloedbank geen bloedtesten meer doen. Wat betekent dat ze geen veilig bloed voor transfusies kunnen bieden. Medistro NV heeft ook aangegeven dat ze tijdelijk geen reagentia meer leveren. Meneer Wijngaarden, welkom in het programma. Meneer Elliot, welkom in het programma. Hoe belangrijk is dit middel en hoe beïnvloedt het tekort hiervan de bloedtestprocessen? Ik moet het zo zien, om het bloed af te kunnen geven, naar het afgenomen van donor moet getest worden op ziekten die mogelijk overgedragen zouden kunnen worden. Om dat te kunnen doen, moet je het bloed mengen met een bepaald middel. En als er een reactie ontstaat, dan wordt die reactie gemeten. En dan kunnen we zeggen of er een ziektekiem aanwezig is of niet. Dat is het op de meest simpele manier uitgelegd. Laten we maar een voorbeeld nemen. Als je als kind hebt gespeeld met azijn en blozel, je neemt blozel hier, azijn hier, zet het samen in een glas, dan komt er zwavel vrij en dat stinkt. Zo, dat doen we niet letterlijk. Maar dat is eigenlijk wat een reagens doet. Hij brengt een reactie op gang. Je kunt die reactie meten. En aan de hand van die reactie kun je zeggen of er nou wel of niet een ziektekiem aanwezig is. En dat doen we voor alle parameters die we meten in het bloed. Als je dat niet hebt, als je geen reagens hebt, kun je het bloed gewoon niet testen. Dan heb je het bloed wel, maar je kunt hem niet testen. En als je hem niet kunt testen, kun je dus ook niet verzekerd zijn dat het vrij is van ziektekiem. Wat zijn de gevolgen voor de patiënten als de bloedbank geen testen meer kan uitvoeren? Je kunt dan de veiligheid van het bloed niet meer garanderen. Onze donoren blijven nog wel bloed aanleveren, maar je kunt het bloed niet testen. En je kunt het dan in goed fatsoen niet afgeven als veilig. Wij kunnen dus, dat betekent dat patiënten die dringend bloed nodig hebben, daar of langer op gaan moeten wachten, of het misschien helemaal niet krijgen. En het bloed is gewoon niet getest, je kunt het niet garanderen dat het veilig is. De testresultaten die geven aan dat onze donor over het algemeen wel heel erg zuinig zijn op zichzelf en zich erg houden aan de regels die ze voor zichzelf aan te houden als ze donor willen blijven. We kregen over het algemeen vrij veilig bloed. Maar dat kun je alleen garanderen, je kunt alleen met zekerheid zeggen het is veilig als je het test. Hoe heeft de bloedbank geprobeerd om dus het tekort aan reagentia op te lossen voordat deze situatie heeft voorgedaan? Kijk, het is een ongoing proces. Ja. Je moet je voorstellen dat bijna alles wat de bloedbank gebruikt uit het buitenland komt. Alle middelen komen uit het buitenland. En daarvoor moet je valuta betalen. Alle machines, alle zakken, de reagens, alles komt uit het buitenland. En dus we moeten dus dat kunnen betalen aan de leveranciers. Dus we zijn continu met de leveranciers van, hey, ik heb weer nodig. En dan zeggen ze van, oké, kan je me betalen. We hebben een bloedprijs dat is vastgesteld en we zijn continu met de leveranciers in gesprek van hey, ik heb nu even niets of ik heb dit, maar er is altijd wel een medewerker verleend een beetje. Maar op een gegeven moment houdt het op, want zoals u weet, de hele gezondheidszorg heeft een probleem. De ziekenhuizen zeggen ook van, ik krijg te weinig geld. En de ziekenhuizen, zoals ik al zei, het bloed, daar zit een prijskaartje aan vast. Dus we maken geen winst. Alles komt uit het buitenland. Ja, ik verkoop voor ongeveer, denk ik, rond de $300,000 per jaar aan middelen en bloedzakken. Dat moet ik terug hebben, terug kunnen krijgen. En dat krijg ik dus door aan de ziekenhuizen die het bloed aanvragen. Daar zeggen van, kijk, dat is mijn kostprijs.
Maar de ziekenhuizen zelf nou klagen. Zeggen van, maar ik heb geen geld om het te betalen. Dan gaat er een vervelende situatie ontstaan. En dat is de afgelopen jaren dat op een gegeven moment zich meer gaan manifesteren. En daardoor kwamen wij dus in de verdrukking. Want dan zegt de leverancier van, sorry. Dan proberen wij met man en macht, want dat, we zijn van het Rode Kruis. We hebben een inspanningsverplichting ook naar de gemeenschap toe. Dat wij alles moeten proberen om toch wel het veilig bloed te kunnen leveren. Maar op een gegeven moment hebben we een punt bereikt dat ze zeggen van, maar nu gaat het niet meer. Toch? Dat staat ook in het persbericht dat we hebben doen uitgaan. Onze grootste afnemer, ons grootste ziekenhuis, waar de meeste handelingen worden verricht waarbij er bloed nodig is, die heeft zo'n enorme achterstand in de betaling, dat wij nu met onze rug tegen de muur staan. Dat is dus de situatie. Het is van de een op de andere dag gekomen. Het is echt gegroeid. En wij op een gegeven moment hebben gezegd van, ja, maar nu kunnen we niet meer. Welke stappen zijn er ondernomen om dus de achterstand te betalen? Zoals in het persbericht is aangegeven, ook de overheid heeft dus op een gegeven moment gezegd van, oké, we gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Want we hebben al tijdig aan de bel getrokken van, er gaat een situatie ontstaan die we geen van allen willen. En de overheid heeft dus toen wat toezeggingen gedaan. En dat is jammer genoeg, konden ze, zo zeggen, of wilden ze niet eraan houden. Waardoor we dus nu hebben gezegd van, nee, overheid, alsjeblieft, hou je aan die afspraak. Dat staat in het persbericht. De achterstand van het academisch ziekenhuis is 3,3 miljoen bij ons. Tot een bepaald moment, tot 30 april van het jaar. En dat had de overheid gezegd van, oké, we gaan die schuld proberen over te nemen. Maar dat is niet gebeurd. Dus ik heb geld buiten staan en ik kan dus, op een gegeven moment kan ik niet meer naar de leverancier gaan en zeggen van, ik heb geld. Ik heb reagenten nodig om te zeggen van, geef me geld. En ik kan moeilijk zeggen van, ja maar, het ziekenhuis betaalt me niet, heeft daar geen boodschap aan. En dat is dus de situatie die is ontstaan. Om dus vooral de overheid te zeggen van, hey, kan je hier prioriteit aan geven? Wat is de impact van de achterstallige, dus de betalingen, vanuit de ziekenhuizen op de werking van de bloedbank? Nou, dit is de impact. In feite is dit precies wat we niet willen. En dat we echt hebben proberen te voorkomen van, want die situatie moet echt niet ontstaan. Dat we gewoon niet meer kunnen testen. Dat wil niemand. Toch? Want dat wil zeggen dat de ziekenhuizen dan ook geen verrichtingen meer kunnen doen. Of dat iemand zegt van, nou, geef me dat bloed. Ik kan me niet schelen of het getest is of niet. Maar die situatie wil je niet hebben. Toch? Dus dat proberen we te voorkomen. En zoals ik al zei, we hebben een inspanningsverplichting. Dus we proberen met man en macht te voorkomen dat die dag gaat ontstaan. Dus we hopen toch wel dat er tijdig een oplossing komt. We hebben in de afgelopen, misschien ben ik een beetje voorbarig, maar we hebben de afgelopen week hebben we dus frequent contact gehad met de overheid, met name het ministerie, tot gisteravond nog. Waarbij dus gezegd van, oké, we zijn druk bezig om hierin een oplossing te brengen. Door betalingen beschikbaar te stellen en zo. Dus als het goed is, deze week moet ik al iets krijgen, om het even zo uit te drukken, van de overheid. Van, hey, er is enige verlichting, zodat ik naar de leverancier kan zeggen van, oké, begin maar weer wat te geven. Ik zeg altijd van, ik kan niet naar de Chinees gaan om een ding te kopen. Ik moet het bestellen. En dat moet uit het buitenland komen. Het duurt ook weer een tijdje voordat het hier is. Snap je? Dus dat, daar moet ik ook rekening mee houden. En ik probeer echt rekening mee te houden. Dat hebben we dus ook in deze situatie gezegd van, oké, we hebben een goede relatie met de leveranciers van verschillende dingen. U zei daarnet, heeft gesproken met de overheid. Hoe hebben zij erop gereageerd? Dus op de verzoeken om dus de financiële ondersteuning op te lossen. Kijk, de financiële ondersteuning is gekomen omdat er daar toezeggingen over zijn gedaan.
In het persbericht staat ook dat wij niet eens onze kostprijs in rekening nog kunnen brengen aan de ziekenhuizen. Want als alles goed gaat, als we de kostprijs van zo'n product, dat zo'n bloed, dat de gemeenschap kent als het bloedzak, als we die kostprijs in rekening kunnen brengen en we krijgen dat uitbetaald, hoef ik nergens aan te kloppen. Maar om door de gezien de situatie in de gezondheidszorg, heeft de overheid toch wel gemeend van oké, ik moet inspringen. Alleen dat is dus niet tijdig gebeurd. En daarom hebben we nu aan de bel hebben getrokken. En dan zei de overheid van oké, ik ga er alles aan doen om toch wel die beloftes die toen zijn gedaan, om die toch wel na te komen. Dus dat zeker. Tot gisteravond heb ik de minister van Volksgezondheid gesproken. En ik zeg verzekerd van directeur, we zijn bezig ermee. Deze week ga je al iets merken. Dat bedrag dat ik heb genoemd in het persbericht, die 3,3 miljoen, dat we die gaan krijgen. Zodat ik verder kan als bloedbank. Wat zijn de lange termijn gevolgen voor de bloedbank als de situatie niet snel wordt opgelost? Zo, wat is de lange termijn in deze? We hoeven het, dat het niet eens 1 minuut duurt, bij wijze van spreken. Het moet geen eens kort termijn zijn. We praten over lang termijn. Toch, we moeten gaan naar een oplossing. En ik neem aan dat dat geldt niet alleen voor de bloedbank, maar voor de hele gezondheidszorg. Toch, want ik wil het toch wel telkens in dat kader plaatsen. Het is niet een op zichzelf staand ding, de bloedbank. Het is wel in de hele gezondheidszorg. Het is een, we zitten ook in die keten. Weet je, dat is voor ons belangrijk. En dat we dus oog, oor en oog hebben voor wat er in de gezondheidszorg gebeurt. Ja, kijk, we kunnen ook zeggen aan, ik zal maar een voorbeeld geven, aan AZ van, weet je wat, ik lever je niet meer. Je moet me contant betalen. Als ik dat doe, dan weet ik dat ik AZ kill. Dus dat ga ik niet doen, dat bedoel ik. Ik ben onderdeel van de gezondheidszorgketen. Dus we proberen dat zoveel mogelijk toch wel rekening te houden wat er allemaal gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen middelen nodig hebben. En dat proberen ook de ziekenhuizen er sterker bij te brengen. Van, je betaal me wat alsjeblieft. Want ik moet middelen kunnen kopen om jou dat veilig bloed te kunnen garanderen. Snap je? En dat is de overheid die dan zegt van oké, we gaan nou kijken hoe we daarin ook een rol kunnen spelen. Dat is in feite wat er is gebeurd. Hoe informeert de bloedbank het publiek over de ontstaande situatie die nu momenteel nu gaande is? Dat wat we hebben gedaan, het persbericht is de eerste keer. De bloedvoorziening, de bloedbank, zoals het nou dan heet, is al 84 jaar bij het Rode Kruis. De eerste keer dat wij hebben gezegd van mensen, er is een probleem. Wij gaan er altijd voor om die levering waarvoor wij hebben gekozen van bloedproducten, dat we daarachter staan. Toch? Dus we willen de gemeenschap niet informeren over de problemen. Nee, juist niet. We willen gaan dat de gemeenschap weet van, als ik naar het ziekenhuis ga en ik heb bloed nodig, dat ik geholpen word. En dat is wat we willen. En dat ze dus nooit zo hoeven te breken van, hé, ze heeft dan een bloedbank. Nee. Deze situatie is zeer uniek en we hopen dat het ook nooit meer voorkomt. Heeft u misschien een boodschap die u wilt geven aan de overheid over dit ontstaande situatie? Oké, nou, een boodschap aan de overheid. Misschien moet ik dit zeggen. We zijn niet in conflict met de overheid, hoor. We hebben een hele goede relatie met de overheid. We hebben zelfs vanuit het Rode Kruis, nou, we gaan wel even praten over het Rode Kruis, hebben we een hele speciale rol naar de overheid toe. We hebben een ondersteunende rol naar de overheid toe als het gaat om bijvoorbeeld bij het Rode Kruis een crisissituatie. Dus we hebben een ondersteunende rol. We hebben de bloedbank, hebben we al 84 jaar onder ons hoede. Omdat wij zeggen van oké, het is een ook een vorm van ondersteuning en menslievendheid. Want dat staat bij de Rode Kruis voorop, menslievendheid. En vrijwilligheid. Al onze donoren zijn vrijwillig, geven vrijwillig bloed af.
worden niet voor betaald. Er zit wel een kostprijs aan vast, maar dat is een kostprijs. We maken geen winsten hier. Het is niet de bedoeling dat we hier winsten maken. Maar, dus ik heb, als, om te zeggen van de boodschap naar de overheid. Ja, ik ben continu zijn we in gesprek met de overheid. Dus het is, er is geen conflict met de overheid. Toch wat ik wel aan de gemeenschap wil meegeven is van, hey, ondersteun wel het werk van het Rode Kruis en ondersteun ook dan de bloedbank. Dat is, maar dat is voor de hele gemeenschap. Toch, we hebben gesproken over de reagents. Toch? Maar de apparatuur dat hier staat, haal je ook niet bij de Chinees. Toch, waarbij je praat over een apparaat van $120,000. Dat ook onderhouden moet worden. We hebben hier speciale, wat in de volksmond heet, koelkast en vriezers. Het zijn speciale dingen, het zijn niet, die haalt even bij. Mensen moeten wel beseffen van, hey, het is een hele speciale organisatie. En we zorgen voor een heel speciaal product in, dat brood nodig is. Toch? De arts kan misschien daar nog meer over uitweiden wat eigenlijk bloedtransfusie is. Toch? Mensen staan er niet bij stil, toch? Maar het is zoals transplantatie, dus dat wil ik zeggen. Weet je, het is net als een nier of een hart. Meestal zien we dat soort organen, maar dat niet vast te pakken is in de hand, maar het is een orgaan dat ik op die manier behandel. We doen niet aan winstbejag hier, wat we doen is cost recovery. Maar om even aan te geven welke kosten er gemaakt worden, ik ga geen bedragen noemen, ik ga gewoon het proces noemen. Als hier een donor binnenkomt in de deur en die wil en die geld bloed doneren, dan moet hij in een comfortabele omgeving zitten. Dat verzinnen wij niet, dat wordt ons opgelegd door de organisatie waar die erover gaat, dat alle bloedbanken in de wereld zo goed mogelijk en zo'n goed mogelijk product leveren. Dat begint dan met de donor. Die wordt binnengehaald, die moet op een comfortabel bed kunnen liggen om heel rustig zijn gif te kunnen geven. Het moet gekoeld worden, we kunnen niet in een warme omgeving. Dat kan natuurlijk wel, maar dat is niet zo prettig voor de donor. Toch? En dan krijgen ze niet meer. En ze geven het al in principe gratis, onbetaald. Nadat ze hun bloed hebben gegeven, dan moeten ze ook nog dan geven ze een drankje, geven ze een koekje, een scheutje. Zodat ze een beetje opgepept worden, ze zich lekker voelen. En ook als teken van dankbaarheid. Maar dat is nog niet voorbij, maar het bloed moet gekoeld worden. En wel goed gekoeld, een paar uur voordat we het kunnen gebruiken. Dat daar zijn koelplaten voor nodig. Dat die kosten een paar, die kosten aardig wat. Via de koeling gaat hij naar de centrifuge. Een van de centrifuges moest laatst worden nagekeken. Dat kost wel liever duur om hem aan de gang te houden. Van die centrifuges gaat hij naar de pers, de automatische pers, bij sommigen, bij ons nog net niet. Dat gaat komen. En dan moet hij nog getest worden. Elke kolf die hier binnenkomt moet getest worden. Dat kost een heleboel. Want daar gebruik je dat apparaat van 20.000 voor. Ik gebruik de reagentia voor. En dan moet hij worden, afhankelijk van het product, moet hij worden diep gevroren. Of hij moet gekoeld gehouden op een bepaalde temperatuur. En dat allemaal, alle stappen. Voor elke stap die je gebruikt, van de naalden die je gebruikt, de zakken om het op te slaan, de koelplaten tot de centrifuges, de persen, dat kost allemaal wat. Dus voordat het bloed eindelijk bij de patiënt komt, heeft hij al een hele weg doorlopen. Omdat uiteindelijk, als hij bij de patiënt is, moet de patiënt geen enkele brokken hebben. Naar die kolf kijken met angst en bieven. Van, zal ik wat krijgen? Zit er wat in? Nee, dat mag niet. De patiënt moet in volle vertrouwen, en de arts natuurlijk ook, de artscollega en het ziekenhuis moet volle vertrouwen de kolf kunnen aanhangen en zeggen, ik maak je beter. En niet van, ik geef een cadeautje erbij. Dat is wat we hier proberen te doen. En dat is waarom, dat is ook waarom we vrij ver van tevoren, waarom we alles proberen te doen om die leverancie in stand te houden. Maar alles hebben we geprobeerd te doen om ervoor te zorgen dat de cliënt
de patiënt gegarandeerd bleef van veilig bloed. Maar het kost wat. En het kost inspanning, het kost ook geld. Wees u gerust. Ja, wij gaan er alles aan doen dat wij altijd zorgen dat er veilig bloed naar de ziekenhuis gaat. Ik wil u daarop wel geruststellen. Ja, dat persbericht was voornamelijk bedoeld om dingen op gang te brengen. Weet je, als noodkreet, maar het is een op gang te brengen en dat is gebeurd. Ja, dus samenleving, una vrede. Bloed in het ziekenhuis is veilig. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Saranang Tori. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten, kunt u gerust een WhatsApp bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Saranang Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.